het nieuws dat de slagingspercentages omhoog moeten bij de rijscholen in Nederland. Maar daartegenover staan allerlei voorstellen vanuit de overheid die de wachtrijen voor rijexamens moeten verkorten. Die zijn namelijk enorm lang geworden door die coronacrisis. Het voorstel is bijvoorbeeld om 17-jarigen geen examen meer te laten doen. Ook moeten de tussentijdse toetsen worden geschrapt de komende tijd. En moet het extra oefenexamen voor mensen met faalangst worden afgeschaft. Om zo dus meer ruimte te maken voor de normale examens. Deze maatregelen wil de overheid en het CBR in laten gaan op 1 juni. Maar in Enschede en omstreken werd het nieuws slecht ontvangen. En binnen no time kwam er een petitie tegen de voorstellen. Bij ons is in de studio een van de mensen die petitie steunt. Namelijk rijschoolhouder Hans Pierik. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Was het schrikken toen jullie die brief kregen met al die voorstellen? Brief. We hebben nog niet rechtstreeks een brief gekregen. Maar we hebben het eigenlijk via de media het grootste gedeelte moeten vernemen. Maar een x-aantal voorstellen die het CBR heeft gedaan, die raken natuurlijk kant nog wel. Ja, want jullie worden gevraagd aan de ene kant, het slagingspercentage moet omhoog. Ja. Maar aan de andere kant zijn er hulpmiddelen, tussentijdse toetsen, faalangstexamens. Die moeten worden geschrapt om de wachtlijsten te verkorten. Dat lijkt elkaar te bijten. Ja, juist. Dat is ook uiteindelijk het hele probleem. Het is gewoon een vaststaand feit dat een examen waar een tussentijdse toets aan vooraf is gegaan, dat slagingspercentage tussen de 20% en 30% hoger ligt. Dus dat betekent, als je de tussentijdse toets af zou schaffen, dat slagingspercentage waarschijnlijk een x-aantal flinke procenten naar beneden zal gaan. Want even voor het beeld, wat betekent zo'n tussentijdse toets ook alweer? Een tussentijdse toets is eigenlijk gewoon een proefexamen. Een examen waarbij de kandidaat kan proeven hoe gaat het bij het CBR, et cetera, zodat ze niet meer geheel onbevangen bij het CBR in het diepe worden gegooid. Ja. Dat is eigenlijk de doelstelling van een tussentijdse toets. En dan heeft het dan als een bijkomend voordeel. Bedoel ze tijdens de tussentijdse toets de bijzondere verrichtingen voldoende. Achteruit inparkeren bijvoorbeeld. Noem ze allemaal maar op. Je kent ze ongetwijfeld. Keren op de weg. Krijgen ze daar vrijstelling voor het eerstvolgende examen wat ze dus gaan afleggen. En dat is meestal het eerste praktijkexamen. En daardoor ligt dat slagingspercentage een stuk hoger, omdat de kandidaat veel rustiger en dergelijke is. Ja. In tegenstelling tot een faalangstexamen. Een faalangstexamen, dat zijn eigenlijk examens waar een kandidaat die dus echt een faalangst heeft en die dus examen in stukjes kan doen en pauzes kan inlassen als de zenuwen hun bevangen. Nou, als die examens duren 70 tot 80 minuten, 70 minuten geloof ik. Ja, 70 minuten. En als die examens afgeschaft zouden worden of tijdelijk niet meer afgenomen zouden kunnen worden, dan vrees ik dat er een heleboel mensen buiten de boord vallen en waardoor het percentage ook weer naar beneden gaat. Uiteindelijk denk ik dat het hele verhaal van toetsen en faalangstexamens niets oplost. Nee. En dan valt me nog één ding op. Een product van het CBR zelf. Het CBR heeft ook een product dat heet RIS. Mm-hmm. Rijopleidingen in stappen. Dat is eigenlijk eenzelfde opleiding, ook voorafgaande aan een toets. Maar daar praat het CBR niet over. Dat die dan ook afgeschaft moeten worden. Dat vind ik dan weer jammer. Dan moet je ook gelijke monniken, gelijke kappen. Dan moet je ook alles aan nemen. Ja, ja. Die faalangstexamen, even voor mijn beeld. Zijn dat extra examens of zijn dat speciale soorten examens die wat langer duren? Dat zijn speciale examinatoren die daarvoor opgeleid zijn. En die dus de kandidaat beter op hun gemak weten te stellen. En daar ook veel meer tijd voor hebben. Ja. En wat maar dat is in plaats van het normale examen? In plaats van het normale examen. Zelfs een eerste examen zal een faalangstexamen kunnen zijn. Hoeveel mensen krijgen zo'n faalangstexamen? Ik heb geen flow idee. Nee. Het zijn er heel veel in Nederland. Ik weet wel dat het niet in de duizenden, maar misschien wel in de 50 tot 100.000 loopt op jaarbasis. Ja. Dan het puntje dat de 17-jarigen straks geen examen mogen doen. Hè? Dus dat is wat ik ervan begrijp in ieder geval. Oh, dat er een dat er voorrang is voor de 18-plussers, zeg maar. Mm-hmm. Je zult maar 17,5 zijn en al de hele tijd aan lessen zijn. En nu hoor je mag het komende half jaar nog geen examen doen. Ja, nou dat is natuurlijk een veel heer te hangen wat je nou zegt. Want wie het verteld heeft, wie het de wereld in heeft geskopt, ik begrijp het eigenlijk zelf ook helemaal niet. Want het is namelijk wettelijk vastgelegd. Maar dit speelt wel echt trouwens. Want je zegt, je hoort het via de media. Dit zijn wel echt plannen vanuit het ministerie en het CBR, is dat zeker? Nou ja, nee, het zijn plannen vanuit het CBR. Het is een mediabericht van het CBR. Okay. Voor zover ik begrepen heb. Ja. En het is dus een
Het is wettelijk vastgelegd, dus dat zal ook vanuit het ministerie moeten worden geregeld. Nou, als je een wet aan wilt passen, hoef ik jou niet uit te leggen dat dat een hele lange weg is. En ik vind ook heel jammer dat dit meteen geroepen wordt. Want de meeste rijscholen, en ik heb er een x-aantal gesproken, die worden allemaal overvallen door ouders die bang zijn dat zoonlief en dochterlief moet wachten tot 18 en dat ze allemaal niet meer kunnen. Dit is eigenlijk gewoon alleen maar een luchtballonnetje. En ja, ik zie het meer als een stukje dreiging naar de rijscholen. Jij schat het de kans niet reëel dat deze... Niet snel. Zal niet snel gebeuren. Nee, want het moet dus nog door de Tweede Kamer bijvoorbeeld worden goedgekeurd, neem ik aan. Het dit soort dingen. Wetswijziging moeten worden. En die wetswijziging, middels een noordwet kan natuurlijk heel veel geregeld worden. Maar of dit voor een noordwet in aanmerking kan komen. Hey, maar even, want dit soort maatregelen, wat betekent dit voor een gemiddelde leerling? Die 17,5-jarige, zeg maar, die zou dan een half jaar moeten wachten. Maar dat is ook gewoon financiële schade, dan neem ik aan. Want je moet meer. Als je dan wel mag, voor examen op mag, dan moet je weer opnieuw lessen. Ja, dat is juist ook het grootste probleem. Er rijden nu al heel veel 17-jarigen. En stel dat het zal gebeuren, ja, dan hebben die dus nu al geïnvesteerd. Mm-hmm. En zullen eerst moeten wachten voordat ze weer verder kunnen. Ja. En ja, dat zal heel jammer zijn. Ja, even voor mijn beeld. Wat gebeurt er op het moment dat druk vanuit de overheid om het slagingspercentage hoger te krijgen toeneemt, maar de middelen afnemen, dan is een hele... eerste gedachte bij mij, dat je dus soms maar wat dingen gaat afraffelen en misschien wel ook examinatoren toch een beetje dit zullen doen, door de vingers kijken. Krijg je dan mensen op de weg die gewoon minder goed zijn opgeleid? Oh, dat laatste, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. De rijscholen zijn allemaal wel dusdanig professioneel dat ze de mensen wel goed opleiden. En de examinatoren bij het CBR, die zullen echt niet een grove fout door de vingers gaan zien. Nee, maar goed, er is een wachtlijst die is enorm geworden door de coronacrisis, door het stoppen van die lessen. En op een gegeven moment moet je wel verder. Dus je moet gewoon een aantal leerlingen toch die weg opkrijgen om maar doorstroom te zorgen. Ja, maar uiteindelijk is het dus bijna niet in te halen. Maar dat betekent ook... dat dus elke rijschool dus nog meer moet werken dan ze eigenlijk al doen. En een rijschool draait al tussen de 40 en 60 uur per week. Mm-hmm. En het CBR zal extra over moeten werken. Nou, dat gaan ze ook allemaal doen, voor zover ik dat begrepen heb. En op die manier zal je het een en ander kunnen inlopen. Wat nu wel het geval is, wat wel positief werkt op de wachttijden, dat is dus dat de theorie-examens op dit moment dusdanig lange wachttijden op zitten. Als ik nou tegen jou zeg, als je nu een theorie-examen wil reserveren, ben je in augustus aan de beurt. Dus schrik niet. Dat neemt weer aan, en dat is bij mijn rijschool al nou 4 keer voorgekomen, dat mensen die de bromfiets wouden doen, gewoon zeggen van laat maar zitten die bromfiets, ik ga straks wel voor de auto in 1 keer. Ja. En ik sla dat examen wel over. En dat is dan iets wat er dan aan de wachtlezen iets positiefs bij zal kunnen dragen. Dat scheelt iets. In ieder geval deze plannen die er nu liggen, die we hebben besproken, daar zijn veel rijschoolhouders het blijkbaar niet mee eens. Er is een petitie gestart. Hoeveel procent van de rijschoolhouders gaat zich daarachter, denk je? Ik denk dat 95% gaat doen, okay, of 95% gaat tekenen is een tweede. Nee. De bereidheid in de rijscholen is niet zo heel groot. Mm-hmm. Maar ik denk dat nagenoeg iedereen daar wel achter staat. Ja, en dat is voorlopig een petitie, maar wat nou als blijkt dat die plannen steeds concreter worden? Wat doen jullie dan? Dan moeten we ons beraden en zien wat dan de volgende stappen zijn. Ja, ja. Voor nu is dit de petitie is, die er ligt en die wordt ondertekend. En dat kan nog steeds, denk ik. Dat kan nog steeds. Hans Pierik, dank voor de uitleg en succes de komende tijd.